SV Orion gaat samenwerken met landskampioen PSV. Voorheen vulde NEC die rol in, maar nu neemt de Nijmeegse amateurclub het stokje over. Vanaf volgend seizoen begint Orion met jeugdplan Fundament. PSV Fundament, dat is eigenlijk een nieuwe benadering van een jeugdopleiding in de leeftijd 8 tot 12 jaar. Ze willen die talenten die ze geselecteerd hebben, willen ze in hun regio zelf laten trainen. Dus niet naar Eindhoven halen. Ze willen die ook 4 jaar lang zich laten ontwikkelen. Dus er is niet dat er ieder jaar een selectiemoment is waarop de spelers kunnen afvallen. Kort gezegd bieden wij PSV de locatie voor trainingen en oefenwedstrijden van hun PSV Fundament Nijmegen. Dus dat zijn talenten hier uit de regio Nijmegen. En daarvoor in de plaats deelt PSV heel veel kennis met onze spelers, met onze trainers. Worden we uitgedaagd om wedstrijden te spelen met onze jeugd tegen PSV Fundament. Worden er clinics gegeven voor onze trainers. Trainers mogen altijd meelopen en vragen stellen. Dus ja, heel vaak denken amateurs bij profclubs, die komen wat halen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met PSV Orion heel veel gaat brengen. Het initiatief is van PSV gekomen. En wij hebben hun verhaal aangehoord en we zijn heel enthousiast over de opzet van PSV Fundament. Dus wij gingen heel graag in zee met PSV. PSV Fundament heeft het afgelopen jaar locatie gehad bij NEC. Maar die verbintenis is verbroken. Toen zijn ze toch in de omgeving gaan kijken naar een andere geschikte club. En PSV was onder de indruk van onze accommodatie en ook van de organisatie bij Orion. Dus zo zijn ze bij ons terechtgekomen. Er zitten geen financiële voordelen aan. Het belang zit hem echt in de kennisdeling van onze samenwerking.